potentiële kapitein van Lommel United. Vertel eens, opgelucht met die eerste 3 punten. Heel zeker. Dus we wouden vandaag absoluut 3 punten. Dat is in het verleden wel alles misgelopen hier. Dus, hij is dan op papier misschien niet de moeilijkste tegenstander. Maar je weet, het is de eerste wedstrijd. En ook hij gaat hier 150% alles geven. En dan weet je dat dat een heel moeilijke wedstrijd is. Dus we komen gelukkig met die vrije trap op 1-0. Die was nodig, want de wedstrijd zat vrij dicht op dat moment. En dan moeten zij iets meer ruimte gaan weggeven. En daar hebben we de tweede helft ook iets beter kunnen voetballen. Iets meer van kunnen profiteren. Dus die 1-0 was heel belangrijk. En we zijn blij dat we 3 punten pakken vandaag. En toen die 2-1 viel, klop er een beetje twijfel in de ploeg. Want ik zag jullie allemaal een beetje achteruit drukken. En ja, het is logisch. Je weet dat er vanaf dat moment vooral lange ballen gaan komen. Ze hebben Webers en Van Bellen en nog wel wat grote mannen die daar bij kunnen komen. Dan inwerpen dat corners zijn. En dan weet je, moet maar 1 bal goed vallen en dan kan het weer prijs zijn. Dus ze zijn blij dat we dat overleefd hebben. Met welk gevoel gaan jullie volgende week naar Geel toe? Vertel daar eens wat over. Ik denk in de eerste plaats vol vertrouwen uiteraard. Ja, we zijn blij dat we 3 punten vandaag hebben gepakt. Maar we weten dat we nog veel groeimarge hebben. Dus dit was zeker niet, geen goede wedstrijd van ons. Of toch, er zaten nog veel slordigheden, veel mankementen. En daarom is het toch belangrijk dat je er 3 punten kunt pakken. Oké, super. Dank u wel, Wouter Schelen. Veel succes nog. Graag gedaan.